koorts is een potentieel dodelijk virus dat tussen 2005 en 2011 uitbrak in Nederland. Hoewel dit virus veel slachtoffers heeft gemaakt, krijgen deze mensen tot op de dag van vandaag nog steeds geen steun van de overheid. Hey Mike, jij hebt Q-koorts. Hoe heb jij Q-koorts opgelopen? Nou, als ik dat wist, 2011 werd ik zieker. Ik werkte toen in Wijchen en dan ging ik dan met de auto naartoe. En dan als je naar Wijchen toe gaat, dan kom je onlangs Herpen of andere plekken waar toen de grootste uitbraken waren. Dus daar waarschijnlijk opgelopen door in te ademen. Verkeerde plek, verkeerde moment. Wat voor symptomen kreeg je op dat moment? Eigenlijk leek het heel erg op gewoon de griep. Dus echt veel koorts, hoofdpijn, heel pijnlijke gewrichten. Alleen, ik werd er niet beter van. Ik ben Alfons Olderlohuis. Ik ben heel mijn leven huisarts geweest. 38 jaar huisarts. In die tijd als huisarts heb ik ooit de Q-koorts ontdekt samen met mijn collega. Het kwam omdat we van tevoren al wat ziektes hadden bij de varkenshouders in Nederland. Varkenspest, Montecousin was er geweest. En elke keer moesten de stallen worden geruimd en ze dachten, we beginnen met iets nieuws. We beginnen met geiten, geitenmelk en geitenkaas. En we hebben dus eigenlijk heel naïef, heel ineens in een paar jaar tijd 700.000 geiten Nederland binnengehaald. En daarmee kwamen ook nieuwe bacteriën binnen, zoals de Q-koorts. Nou, ik zit hier al een paar maanden naar mijn Lego-dozen te kijken. Die heb ik eigenlijk met heel veel plezier aangekocht. Maar ik heb er eigenlijk helemaal geen meer plezier in om eraan te gaan te beginnen, omdat ik eigenlijk niet weet wanneer ik het zou af moeten gaan maken. En met andere dozen die ik net veel moeite in elkaar heb gezet, dan had ik één zakje open en vervolgens dacht ik van ja, het is alweer op. Dus alles maar aan de kant en alles weer opruimen en dan... Je hebt gewoon geen zin meer? Ja, geen zin, geen energie, geen extra kracht of dat is het juiste woord. Dan gaan we alweer. Hij kan in de acute fase, als je het krijgt, een ernstige longontsteking geven, maar ook een hersenvliesontsteking. En daar kun je aan doodgaan, dat is één. Veel gevaarlijker zijn de lange gevolgen van de Q-koorts. Als die bacterie in je bloed blijft, dan gaat die de bloedvaten eigenlijk een beetje opvreten, zeg maar. En die kunnen dan gaan knappen. En dat is een dodelijke ziekte. De overheid heeft het volk lang niet geïnformeerd over de Q-koortsuitbraken op boerderijen. En gaf geen informatie over de risico's voor mensen. Wat had het geschild als er wel op tijd werd geïnformeerd? Een wereld van verschil had het gegeven. Dan hadden we een jaar of misschien zelfs 2 jaar eerder kunnen beginnen met de geiten te vaccineren. En waren minstens 100.000 mensen minder besmet geraakt. En ben je nu kapot? Ja, nou kapot niet, maar de spieren doen wel weer pijn. Ja. Ideaal is er iets waar je af kan strepen, oké, dit kan ik niet meer. Dit lukt ook niet meer. En dan is het op een gegeven moment afwachten van ja, wat hou je op een gegeven moment over. Psychisch is het ook heel erg zwaar. Een half jaar geleden heb jij het zo moeilijk gehad dat je zelfs dacht aan zelfdoding. Hoe kan het zo ver gaan? Nou, omdat het zo ver gaat als je iedere dag uitgeput wakker wordt. Dat het enorm druk is op het werk. Enorm druk thuis. Eigenlijk geen tijd meer hebt om leuke dingen te doen of voor jezelf iets te kunnen doen. Dat je iedere dag alleen maar moe wordt, dat er op een gegeven moment geen uitzicht meer is dan de enige manier dat ik denk dat ik rust kan hebben, is gewoon er een einde aan te maken. Een ombudsman wil dat de overheid excuses aanbiedt. Waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, als ik kijk naar vanuit de ombudsman, ook van de berichtgeving, ze wisten dus eigenlijk wat er speelde. Ze wisten waar de uitbraken waren, maar er is eigenlijk niemand voor gewaarschuwd. Als je nou zou weten dat daar bedrijven zijn die besmet zijn, nou, dan zou je misschien nog kunnen zeggen van ik ga daar niet heen. En nu is het eigenlijk altijd van oké, we weten dat we het fout gedaan hebben, maar we zeggen niet dat we het fout gedaan hebben.